Er komen steeds meer elektrische auto's in Nederland. Dat gaat exponentieel groeien de komende jaren. En al die elektrische auto's die moeten ook opladen. Wij als Rotterdam vinden het belangrijk, elektrisch rijden. Het is goed voor het milieu, duurzame mobiliteit. Dus we willen dat zo goed mogelijk maken. Nu is het zo dat zeg maar mensen, als ze aan de oplaadpaal zijn aangesloten, daar heel lang kunnen blijven staan. Maar eigenlijk willen we samen met BMW proberen om die mensen op een positieve manier te stimuleren om hun auto weg te halen als die vol is, zodat iemand anders kan opladen. Vanuit BMW willen we samen met de stad Rotterdam bereiken dat we een einde maken aan laadpaalkleven. En dat willen we doen door mensen positief te stimuleren. Dat heeft als voordeel dat we en minder laadinfrastructuur nodig hebben in de toekomst. En bijkomend voordeel is dat we daarmee elektrisch rijden ook makkelijker maken. En daarmee willen we dus samen met Rotterdam een bijdrage aan duurzame mobiliteit in de stad van de toekomst. Als deelnemer aan de pilot Charge and Repark krijgt u een app op uw telefoon geïnstalleerd. En daarmee kunnen we u waarschuwen op het moment dat de auto bijna is volgeladen of het juiste laadniveau heeft bereikt. Het mooie is dat we dus samen met Rotterdam zorgen voor een alternatieve parkeerplek, zodat u gelijk uw auto kunt verplaatsen en daarmee de laadplek weer vrijmaakt voor iemand anders.